The next poem is in het Nederlands, vandaar dat ik weer ga omschakelen naar het Nederlands. En voor de duidelijkheid, er lopen hier af en toe cameramensen rond die beeldmateriaal maken, filmpjes of foto's. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, mocht je liever er niet opkomen, geef het even aan bij hem of haar. Of kom even naar mij toe en dan knippen we je eraf. Maar niet letterlijk natuurlijk. Marija, je gaat een poem voorlezen. Heel veel succes en the floor is yours. Yes, dank je. Wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Is de vraag vaak. Wat moet ik doen? Door een hoofd vol twijfels beslissen we soms laat. Welke kant op gaan doet mijn toekomst baat? Wat is wijsheid? Wat moet? En wat is een gedreven hart? Het verschil tussen moeten en willen zien we soms heel vaag. Maar dan de oorzaak van onze wil, wensen en alle dromen, vragen we het ons ooit af? Echter is dat de bron waarin alle antwoorden zijn. De bron die onze bewuste aandacht vraagt. De plaats waar het echte probleem achter alle problemen ligt. De plek zonder regels en plicht. Door welk perspectief kijk je dan ook? Geloof niet altijd alleen je oog. Want iedereen heeft hun eigen brillen op het hoofd. Hun eigen oorzaak van de wil, wens en hun eigen droom. Als je echte wijsheid wilt kunnen herkennen en jezelf beter leren kennen, ga dan naar die plek waar alle verschillen niet meer bestaan, waar alle perspectieven in één zijn gegaan, waar alle kennis is ontstaan. Op zoek naar de wijsheid nog steeds? Wil je niet dat iemand met jou speelt? Wil je je leven in eigen handen nemen, je gedachten en overtuigingen kunnen controleren en met je eigen ideeën experimenteren? Dan is er nog maar één vraag, of je bent voorbereid om al het kwaad van de schone schijn weg te laten gaan. Durf jij kwetsbaar te zijn in deze wereld van onzekerheid? Dankjewel. Tof, dankjewel. Thanks. Is er iemand die wil reageren op deze poem? Erg mooi gedicht. Dank je. I see some love. Very good. Oké. Dan, dat was erg snel. Erg goed gedaan. De volgende TED-talk is over een kwartier. Dus we hebben genoeg tijd inderdaad om het klaar te zetten. Yes.